Zuinige auto's zijn in. Neem bijvoorbeeld deze Volvo S80. Ondanks zijn niet geringe gewicht van bijna 1500 kilo, doet deze S80 het doen met een kleine 1,6 liter dieselmotor. Het lijkt onderbemeten, maar in de praktijk valt het alles mee. Het verbruik verrast ons zelfs. Na ruim 500 kilometer scoort de Volvo een keurige 1-op-21. Fabrikanten hebben er geen enkele moeite mee om de groene bedoelingen van hun modellen zichtbaar te maken. Kijk maar eens op de achterklep van deze zuiniger. Drive-E staat er, waarbij de E staat voor erg milieuvriendelijk, extra schoon of extreem zuinig. Wie zal het zeggen? Maar hoe laat je zien dat een bedrijf groene bedoelingen heeft? Ja, zelfs een erkend duurzame garage is. Hans van Vliet, oud-eigenaar van Volvo dealer Van Vliet in Zoetermeer, was de eerste die vorig jaar het certificaat in ontvangst nam. Hij weet waarom het zichtbaar maken van een groene garage zo moeilijk is. Dat zit toch echt heel erg, of heel zeer tussen de oren. Het is een filosofie van zaken doen, waarin je people, planet en profit zeg maar in je bedrijfsvoering meeneemt en probeert het handen en voeten te geven. Van Vliet geeft enkele voorbeelden hoe die handen en voeten tot stand komen. De energiebeheersing, dat we heel bewust zoeken naar zo zuinig mogelijk gebruik van energie in de vorm van je showroomverlichting, ook van je werkplaatsverlichting, maar ook de energie met name in de winter, hoe is je verwarming en zo geregeld, dat is heel belangrijk. Ja, je afvalstromen en je inkoop regelen, dat je heel bewust zo duurzaam mogelijk probeert in te kopen. En ook bij bedrijven die er serieus toe doen en die het ook in hun verhaal aanbieden. Op het gebied van techniek is heel belangrijk zeg maar lage rolweerstand. Dus banden spelen daar een grote rol in. Een te lage bandenspanning kan al heel snel resulteren in een brandstofverbruik wat 20% hoger is. Dus, en er zijn nu ook banden die wij heel specifiek aanbieden op het gebied van lawaai. En lawaai is natuurlijk ook een belangrijke milieuactiviteit. Bandenspanning, daar hebben wij ventieltjes. Ja, die verkopen we. En daar kan je aan de ventieldop zien of de bandenspanning goed is. Helemaal voor iedere bandenspanning zeg maar het juiste ventieldopje van 2,2 tot 2,6 en 1,8 atmosfeer. En twisters bij de inlaat om de turbulentie, voordat de lucht in de cilinder komt, al een veel betere vermenging geeft met de ingespoten brandstof. Een groene garage vanaf de weg herkennen zit er dus niet in. Maar een oplettende klant zal het zeker merken. En nu maar hopen dat het milieu erop vooruit gaat.